onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot de eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Deze dag is de Heere heilig, zo bedroeft u niet, want de blijdschap des Heren, die is uw sterkte. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen. Geliefde kijkers en luisteraars, broers en zusters, ik groet u in de wonderbare naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Op deze mooie zondagmorgen van 19 juni 2022. Het is vandaag ook Vaderdag en ik wil van hieruit alle vaders, toekomstige vaders, maar ook allen die een vaderrol vervullen, een hele fijne en gezegende Vaderdag toewensen. Laten we bidden. Ik vraag u om eerbiedig te zijn. Trouwe God en Vader in de hemel, ik dank u voor dit moment van gebed. Ik wil u danken, Vader, voor uw liefde en uw genade die wij elke dag steeds mogen ervaren in ons leven. Dank dat u het mogelijk hebt gemaakt om ook via deze wijze mijn broeders en zusters te bereiken met uw woord. Heer, vandaag is het ook Vaderdag. Daarom bid ik voor alle vaders, toekomstige vaders en allen die een vaderrol vervullen. Geeft u hen een gezegende dag. Geeft u hen wijsheid, liefde, geduld en kracht. In Jezus' naam. Amen. Welkom terug. Zusters en broeders, ik zal u voorhouden de dagteksten van vandaag. En vandaag is de eerste zondag na Trinitatis. Wie naar u hoort, hoort naar mij. En wie u verwerpt, verwerpt mij. Lucas 10, vers 16a. Dat is de weektekst. Wie naar u hoort, hoort naar mij. En wie u verwerpt, verwerpt mij. Lucas 10, vers 16a. En de dagtekst voor vandaag, zondag 19 juni, is gehaald uit Spreuken 11, vers 24. Wie vrijgevig is, wordt almaar rijker. Wie gierig is, wordt arm. Wie vrijgevig is, wordt almaar rijker. Wie gierig is, wordt arm. En het leerwoord die gehaald is uit Handelingen 20, vers 35, luidt als volgt. Paulus zei, ik heb u in alles getoond dat men daar zo te arbeiden zich de zwakken moet aantrekken en zich de woorden van de Heere Jezus herinneren die zelf gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Ik zal het herhalen. Paulus zei, ik heb u in alles getoond dat men door zo te arbeiden zich de zwakken moet aantrekken en zich de woorden van de Heere Jezus herinneren, die zelf gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. En het bijbehorend lied, geef een gewenste zegen aan alles wat we, o Heer, van uw hand verkregen. Versterk ons meer en meer, opdat we uit alle krachten des naasten heil betrachten en leven tot uw eer. Tot zover, zusters en broeders, de dagteksten van vandaag, zondag 19 juni 2022. Kom, wees blij in de Heer als zijn kinderen. Kom, wees blij in de Heer als zijn kinderen. Kom, wees blij in de Heer als zijn kinderen. Kom, wees blij in de Heer als zijn kinderen. Zing voor hem een nieuw lied. Met een hart. Kom, wees blij in de Heer als een kinderen. Kom,
Ik zal u nu de schriftlezing van vandaag voorhouden, zusters en broeders, gehaald uit Lucas 16 en wel de versen 19 tot en met 31. De rijke man en de arme Lazarus. En er was een rijk man die gekleed ging in purper en fijn linnen en elke dag schitterend feest hield. En er was een bedelaar, Lazarus genaamd, vol zweren, nedergelegd bij zijn voorportaal, die verlangde zijn honger te stillen met wat van de tafel van de rijken afviel. Zelfs kwamen de honden zijn zweren likken. Het geschiedde dat de arme man stierf en door de engelen gedragen werd in Abraham's schoot. Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg, onder de pijnigingen, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus, opdat hij de top van zijn vinger in water dopen en mijn tong verkoelen, want ik leid pijn in deze vlam. Maar Abraham zeide: Kind, herinner u hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade. Nu wordt hij hier vertroost en gij leidt pijn. En bij dit alles, er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof, opdat zij die van hier tot u zouden willen gaan, dit niet zouden kunnen. En zij vandaar niet aan onze kant zouden kunnen komen. Doch, hij zeide: Dan vraag ik u, vader, dat gij hem naar het huis van mijn vader zendt, want ik heb 5 broeders. Laat u hen dan ernstig waarschuwen, dat ook zij niet in deze plaats der pijniging komt. Maar Abraham zeide: Zij hebben Mozes en de profeten, naar hen moeten zij luisteren. Doch hij zeide: Nee, vader Abraham, maar indien iemand van de doden tot hen komt, zullen zij zich bekeren. Doch hij zeide tot hem: Indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij ook, indien iemand uit de doden opstaat, zich niet laten gezeggen. En zusters en broeders, zalig bent u iedere keer als u het woord van God hoort en het bewaart in uw hart en streeft om ernaar te leven. Amen. Ik wandel in het licht met Jezus. Het donkere dal ligt achter mij. En ik weet mij in zijn trouw geborgen. Welk een liefdevolle vriend is hij. Ik wandel in het licht met Jezus, geen duistere wolk bedekt de zon. En ik kan niet anders, ik moet hem prijzen, die de zonde in mij overwon. Ik wandel in het licht met Jezus, en ik luister naar zijn dierbare stem. En niets kan mij van Jezus scheiden, sinds ik wandel in het licht met hem. Ik wandel in het licht met Jezus, mijn ziel is hem gans toegewijd. Met hem verrezen tot nieuw leven, volgt mijn heiland tot in eeuwigheid. Ik wandel in het licht met Jezus, o mocht ik zelf een lichtje zijn. Dat straalt te midden van de wereld, die gebukt gaat onder zorg en pijn. Ik wandel naar zijn dierbare stem, en niets kan mij van Jezus scheiden, sinds ik wandel in het licht
Zusters en broeders, welkom terug. We hebben net gelezen uit Lucas 16, de versen 19 tot en met 31. Die gaat over de rijke man en de arme Lazarus. Dit gedeelte, zusters en broeders, wordt heel eenvoudig verteld door de Heer Jezus. En waarom ik zeg eenvoudig? Omdat er bijvoorbeeld niet staat geschreven hoe de rijke man denkt, hoe hij aan zijn rijkdom is gekomen als hij gelovig mens was. En ook over Lazarus staat er niet echt veel geschreven. Wat de Heer Jezus wel vertelt, zusters en broeders, is dat die rijke man elke dag aan het feesten was, terwijl Lazarus op zijn stoep zat, vol zweren en heel veel honger leed. De rijke man die zag Lazarus niet zitten, of hij deed alsof hij Lazarus niet zag. Hij schonk geen aandacht aan Lazarus. De Heer Jezus vertelt verder, zusters en broeders, dat Lazarus kwam te overlijden, maar ook de rijke man die kwam te overlijden. En Lazarus, die kwam terecht bij Abraham, waar hij kon rusten. En de rijke man die kwam terecht in het dodenrijk, waar hij gekweld werd en veel pijn leed. We kunnen zeggen dat de rollen omgedraaid waren. Op een gegeven moment, dan vroeg de rijke man aan Abraham, want hij zag Abraham en Lazarus van verre. En hij zag Lazarus in de schoot van Abraham. En hij zei tegen Abraham, vader Abraham, kunt u Lazarus niet sturen om zijn vinger in water te dopen en naar mij toe komen om mijn tong te verkoelen, want ik heb pijn. Ik heb pijn. En Abraham antwoordde daarop, dat gaat niet lukken. Dat gaat niet lukken, omdat er een hele grote kloof is tussen ons. Maar daar bleef het niet bij. De rijke man, die vroeg ook aan Abraham van, weet u wat, vader Abraham, stuurt u Lazarus naar het huis van mijn vader en laat hij mijn 5 broers waarschuwen, zodat ze ook niet hier terechtkomen waar ik nu ben. Een plek van kwelling en veel pijn. En weer antwoordde Abraham hem. En hij zei, ze hadden Mozes en de profeten. Ze moeten naar hem luisteren. En de rijke man, die waagde nog 1 poging en hij zei, maar vader, als er iemand uit de doden terugkeert en hen gaat waarschuwen, dan zullen ze zeker luisteren en zich bekeren. En Abraham antwoordde hem, en hij zeide, als ze niet naar Mozes en de profeten geluisterd hebben, dan zullen ze ook niet naar iemand luisteren die uit de doden is teruggekeerd. En daar stopt het verhaal. Zusters en broeders, een heel mooi verhaal. Waarom ik dat zeg? Omdat de Heer Jezus dit verhaal op een zodanige manier verteld heeft, dat de lezer of de hoorder zelf tot een conclusie moet komen. Ziet u, zusters en broeders, er werd aangehaald dat de 5 broers Mozes hadden en de profeten. En niet zomaar heeft de Heer Jezus dat verteld. In de boeken van Mozes en de profeten, de Oude Testament dus, staan er een heleboel geboden van God die opgetekend waren voor de Israëlieten. Om die geboden te onderhouden, om te leven naar die geboden. En
Ik zal twee versen uit het Oude Testament aan u voorhouden die betrekking hebben op dit gedeelte, op dit verhaal. We kunnen bijvoorbeeld lezen in Leviticus 19 vers 18. Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf. En in Deuteronomium 15 vers 11 staat, want armen zullen nooit in het land ontbreken. Daarom gebied ik u aldus, gij zult uw hand wijd openen voor uw broeder, voor de ellendigen en de armen in uw land. Ziet u? Deze versen, deze twee versen, zijn twee van de vele geboden van God die Mozes opgetekend had voor de Israëlieten, om die te onderhouden. Kunnen we zeggen dat die rijke man zich gehouden heeft aan deze geboden? Kunnen we zeggen dat deze rijke man geleefd heeft daarnaar? Nee. Nee. Hij heeft die geboden genegeerd. Deze twee versen uit het Oude Testament, zusters en broeders, kunnen we koppelen aan Lucas 10 vers 27, waar staat, gij zult de Heere uw God liefhebben, met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met geheel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. Maar we kunnen het ook koppelen met het gedeelte uit Matteüs 25, vers 34 tot 40, waar de Heer Jezus zegt dat wanneer iemand honger heeft, wij hem eten moeten geven. Wanneer iemand dorst heeft, wij hem drinken moeten geven. Wanneer iemand naakt is, dat we hem kleren moeten geven, etcetera, etcetera. Het gaat, zusters en broeders, het komt erop neer dat wij oog moeten hebben voor de noden van anderen. Zusters en broeders, dat wij degene in nood moeten helpen, bijstaan en ondersteunen. Maar gaat u niet doen als die wereld, wanneer ze een goede daad verrichten door te filmen steeds en plaatsen op social media. Of wanneer ze iemand helpen dat ze het gaan filmen en plaatsen op social media. Want dan helpt u die persoon niet. Dan gaat het niet om dat u die persoon wilt helpen, maar dan gaat het om uzelf. Dan gaat het om uw ego. Ja toch, want dat Johan Tjara neemt toch naar jullie pas maar. Daar moet het niet zijn. Dat moet het niet zijn, zusters en broeders. Zoals die broers en die rijke man de boeken van Mozes en de profeten hadden, hebben wij nu, zusters en broeders, ook diezelfde boeken, maar ook nog vele andere boeken. 66 boeken in totaal, die wij de Bijbel noemen, zusters en broeders. 66 boeken die wij de Bijbel noemen, waaruit wij kunnen lezen en leren. Laten we leven naar Gods woord en in gehoorzaamheid aan God, zusters en broeders. Niet als die rijke man, maar leven zoals het een christen betaamt. En vandaag is het Vaderdag. Ik wil toch even in het kort iets in verband hiermee zeggen. Persoonlijk vind ik, zusters en broeders, dat er te weinig mannen, vaders tussen haakjes, naar de kerk komen. Over het algemeen zijn het meer de vrouwen en kinderen die naar de kerk gaan. Weet u, de man is het hoofd van het gezin. En als hoofd van het gezin dient de man een goede bestuurder te zijn van zijn huis. Om goed te functioneren daarin, dient de man één een goede relatie met God te hebben, regelmatig in contact te zijn met God, bidden. Twee, regelmatig de samenkomsten bezoeken, herediensten, bijbelstudies, bidstonden, om op zo'n manier geestelijk voedsel tot zich te nemen. En drie, een gehoorzaam leven te leiden, gehoorzaam zijn aan God.
Als er geen sprake is van deze drie dingen in het leven van de man, dan gaat de man niet lukken om op de juiste wijze leiding te geven aan zijn huis. We moeten toegewijd zijn aan God en over genoeg Bijbelkennis beschikken om dat te kunnen doen. Ik wil een beroep doen op mijn broeders en zusters die regelmatig naar de kerk gaan, om alle broeders van mij die niet meer naar de kerk komen of lang niet naar de kerk zijn gekomen of helemaal niet komen, te bemoedigen om naar de kerk te gaan en God en te werken aan de relatie tussen hem en God. Mek den brada kona kerki baka. Bemoedig ze en bid u voor ze. Ik zeg bradas omdat het Vaderdag is en ik wil me focussen op hun. Vandaar dat ik zeg bradas. Begegi den brada. Mek den kona kerki baka. Mek den suku masaragado. Halleluja. Amen. Bij hem bekend.
Zusters en broeders, laten we gezamenlijk het volmaakt gebed dat wij geleerd hebben van de Heer Jezus. Laten we dat samen bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alsof ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Zusters en broeders, stelt u zich open en ontvangt u de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht lichten over u en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn eeuwige vrede. In Jezus' naam. Amen. Zusters en broeders, we zijn aan het eind gekomen van deze opname, van dit programma. Ik groet u, ik ben broeder Carlos Durgaram. Ik wens u een gezegende dag verder en aan de vaders een gezegende Vaderdag. Let u goed op elkaar, let u goed op uzelf. Let u goed op elkaar, let u goed op uzelf. Shalom. Tot de volgende keer.